Goedenavond, welkom bij deze vierde klimaatlezing van D66. Fantastisch dat er weer een goed publiek heeft ingelogd. We hebben vanavond, nadat we eerdere lezingen hadden met mensen echt over de problematiek van het klimaat, spraken over het grote ijs en het smelten. Vervolgens onze klimaatgezant die over de politieke dimensie en vooral de diplomatiek van klimaat sprak. En een hoogleraar en decaan van lucht- en ruimtevaarttechniek uit Delft die het had over wat je nu technisch kan doen om inderdaad de energietransitie en de mobiliteitstransitie tot een succes te maken. Hebben we nu iemand met een hele andere achtergrond. Iemand die je niet snel verwacht en niet makkelijk tegenkomt in de klimaatwereld, maar die toch een beroepsgroep vertegenwoordigt die heel intensief met klimaat van doen heeft. We hebben vandaag Tom Middendorp te gast. Hij is generaal buitendienst. Hij was commandant der strijdkrachten. Maar is nu vooral vanuit Instituut Klingendaal en de Planetary Security Initiative. En vooral ook als voorzitter van de International Military Committee on Climate and Security. Betrokken bij klimaatvraagstukken en vooral de veiligheidsissues die daarmee toch een grote rol spelen. Iedereen weet dat militairen vaak de eerste zijn die te hulp worden geroepen als er grote calamiteiten zijn. We zien dat overal in de wereld. We zien dat als in het geval van klimaatrampen en issues zien we dat als er hongersnood is of als er een orkaan, een tornado is geweest die veel verwoest heeft. We zien bij bosbranden. Dus die militairen zijn langzamerhand beter dan wie ook op de hoogte van de grote risico's die klimaat toch ook inhoudt voor onze veiligheid. En we zien ook de laatste jaren steeds vaker oorlogen met een belangrijke klimaatcomponent, met droogte en daardoor voedsel- en watergebrek. En dat is altijd een accelerant of een stimulant voor conflict. We zijn dus heel erg verheugd dat we Tom Middendorp vandaag hier aan tafel hebben. Hij zal straks een inleidend verhaal houden. Na dat verhaal hebben we onze klimaatgezant Marcel Birkenboom, die hier vanavond niet alleen in de rol is van klimaatgezant, maar ook als kandidaat Kamerlid voor onze partij. Hij is iemand die steeds beter thuis is, heb ik gemerkt, niet alleen in de diplomatieke issues in verband met klimaatbeleid, maar ook gewoon in heeft hele duidelijke gedachten over wat we nu politiek in het Haagse moeten doen om deze problematiek goed aan te pakken. Dus het is ook iemand waarvan ik hoop dat hij ook gewoon nu met voorkeursstemmen gewoon in de Kamer terecht gaat komen. En ik ga het hierbij laten. Ik geef het woord nu aan Tom Middendorp. Hij wordt na zijn verhaal vergezeld door Marcel Birkenboom. Tom. Dankjewel, Thomas. Ja, ik merk wel dat mensen het vaak toch heel apart vinden dat een oud-militair over klimaat praat. Dat is toch wel heel bijzonder. En ik moet eerlijk zeggen, als je me 10 jaar geleden had gevraagd of had gezegd van ja, je gaat voor D66 ga je over klimaatverandering praten, dan had ik ook wel een beetje bevreemdend gekeken. En als je me had gezegd van ja, je gaat een wereldwijd netwerk leiden op het gebied van klimaat en veiligheid, dan had ik wat ongelooflijker gekeken. En als je ook nog had gezegd van je gaat daar een boek over schrijven, dan had ik je echt voor gek verklaard. Maar het gebeurt allemaal wel. En zo kunnen dingen dus veranderen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik klimaatverandering toch wel zie als misschien wel de meest ingrijpende uitdaging waar wij deze eeuw voor staan. En niet alleen maar als een milieuprobleem, maar ook op veiligheidsgebied. En daar wil ik graag eens even over praten. Waarom is klimaatverandering eigenlijk ook vanuit een veiligheidsoptiek relevant? En wat zou je daar vanuit de veiligheidssector, waaronder Defensie dus, aan kunnen bijdragen. En om dat te illustreren begin ik even met een voorbeeldje. Af en toe kom ik onze astronaut André Kuipers tegen en die vertelt al vol vuur over onze planeet. Hoe dat er van de ruimte, hoe mooi dat eruit ziet, wat een bijzondere planeet wij hebben. En dan laat hij ook foto's zien hoe die planeet er 10, 20, 30, 50 jaar geleden uitzag. En dan zie je wel hoe enorm snel onze planeet aan het veranderen is. Hoe het groen aan het verdwijnen is. Maar ondertussen, ja, het heet niet voor niks de Blue Planet. En dat heeft te maken dat er gewoon heel veel water op aarde is. En dan vraag je je af, ja, klimaatverandering, we hebben het allemaal over droogte en over watertekorten. Maar als ik naar die planeet kijk, hij is hartstikke blauw, water genoeg. Maar wat we ons niet realiseren is dat maar
2% van al dat water is drinkwater. En van die 2% is het overgrote deel zit in de poolkappen, in de gletsjers opgeslagen. En een ander groot deel zit in grondwater. En maar een heel klein deeltje zit in de rivieren en de meren. En dat verklaart ook wel de watertekorten. En ik zou eigenlijk willen beginnen met een voorbeeldje om dat te illustreren. En daarvoor gaan we even naar Azië. Want als ik u vraag hoeveel poolkappen heeft deze wereld, dan zegt u waarschijnlijk 2. Nou, er is er nog eentje. En dat is eigenlijk de Tibetaanse hoogvlakte. Die staat een beetje bekend als de derde poolkap van de wereld. En u ziet op dat linker plaatje, ziet u hoeveel rivieren er ontstaan op die hoogvlakte. Eigenlijk het hele zuiden van Azië, zuidoosten van Azië, wordt voorzien van drinkwater vanuit dat Tibetaanse plateau. En wat daar nu gebeurt, is dat die gletsjers in een verhoogd tempo aan het smelten zijn. Vorig weekend nog nieuws over een gletsjer die afbrak en een hele lawine veroorzaakte in India. En er worden 2 miljard mensen worden van drinkwater voorzien vanuit die gletsjers. Moet je zich eens voorstellen als dat versneld gaat smelten, wat de effecten daarvan zijn. Op korte termijn krijg je te maken met heel veel overstromingen natuurlijk. Want al die beddingen van die rivieren die zijn dichtgebouwd en er gebeurt heel veel landbouw. Dus dat is al op zich een kwetsbaarheid. Maar op de iets langere termijn, en dan hebben we het over tientallen jaren, als die gletsjers aan het verdwijnen zijn en die rivieren die gaan wat meer uitdrogen, dan komen daar een paar miljard mensen in de problemen. En wat voor dynamiek gaat dat geven? En als je op dat rechter plaatje kijkt, met al die cirkeltjes, dan zie je dat de grootste bevolkte gebieden, en met name de grootste stedelijke gebieden, in datzelfde gebied liggen. De megasteden van meer dan 30 miljoen mensen, gewoon 2 keer Nederland in 1 stad, dat soort steden, die zitten in dat gebied. Dus je kunt zich wel voorstellen wat de kwetsbaarheid daarvan is als die rivieren overstromen, als ze op termijn gaan uitdrogen, maar ondertussen een zeespiegelstijging, want die steden liggen allemaal aan rivieren of aan de kust, dat best wel impact gaat hebben op enorme mensenmassa's. En op een gegeven moment moeten die mensen toch andere onderkomens gaan zoeken en krijg je migratiestromen, krijg je weer strubbelingen die daarmee gepaard gaan, want niet iedereen zit daarop te wachten. Dus eigenlijk ontstaat er een hele veiligheidsdynamiek ook door deze klimaatverandering. En dit is maar 1 voorbeeldje. En op basis van dit voorbeeld wil ik toch eventjes teruggaan naar wat houdt klimaatverandering nu eigenlijk in. En dat ziet u op dit plaatje en daarmee wil ik eigenlijk duidelijk maken dat klimaatverandering niet op zich staat. Want klimaatverandering kan je niet loszien van de bevolkingsgroei en kan je ook niet loszien van de steeds tekortschietende hulpbronnen die we hebben. En linksboven dat plaatje geeft die bevolkingsgroei weer en onze bevolking gaat gewoon 1,5 keer zo groot worden deze eeuw. Dat betekent dus dat de vraag naar water, de vraag naar eten, ook 1,5 keer zo groot wordt. En linksonder ziet u, heeft u misschien wel gehoord, de Earth Overshoot Day. Dat is eigenlijk het moment in het jaar dat wij alles wat de aarde heeft kunnen produceren in dat jaar hebben opgebruikt. En dat moment schuift steeds verder naar voren. We zitten nu al voor augustus. Dus eigenlijk hebben we in augustus alles opgebruikt wat de aarde in dat jaar kan produceren. En de rest van het jaar zijn we dus aan het interen op de reserves van de aarde. Ja, dat is natuurlijk ook eindig. Dus je ziet dat de vraag toeneemt, dat het aanbod afneemt. En wat klimaatverandering doet, die versnelt dat. Want klimaatverandering heeft 2 effecten. Enerzijds de temperatuurstijging, waardoor delen van de aarde uitdrogen, waardoor de bebouwbaarheid voor landbouw van de aarde afneemt. En anderzijds ook veranderende weerpatronen, waardoor eigenlijk droge gebieden droger worden en natte gebieden natter worden. En dus ook weer de productiviteit verandert van de aarde en we ook met allerlei rampen te maken krijgen. En dat verergert elkaar. Dus het gat tussen vraag en aanbod wordt eigenlijk vergroot door het effect van klimaatverandering. En dat is de uitdaging waar wij deze eeuw voor staan. En ik maak me daar enorm zorgen over. Voor mij is dit wel de grootste gamechanger van deze eeuw, ook op veiligheidsgebied. En dit zijn de effecten die dan optreden. En daar zijn stapels rapporten over, daar ga ik u niet meer lastigvallen. Maar we zien het iedere dag in de kranten bijna. Ieder jaar zijn er nieuwe records op bijna al deze elementen. En we zijn er zo aan gewend dat we dat we er eigenlijk al overheen zijn gaan kijken. Maar eigenlijk gaan we in steeds hoger tempo is onze aarde aan het veranderen en krijgen we te maken met steeds intensere effecten daarvan. Ik ga die niet apart behandelen, maar het heeft wel effecten ook voor de veiligheid. Want dit zijn de gebieden op deze slide waar klimaatverandering echt impact heeft. En dat zijn met name de gebieden die droog zijn. Dat hebben we natuurlijk over heel Noord-Afrika, Midden-Oosten, dat soort gebieden. Maar ook de kustgebieden en de delta's, die in toenemende mate met overstromingen te maken krijgen.
En dat is ook in het midden, in Zuid-Azië bijvoorbeeld het geval. Hè, waar sommige landen zijn voor meer dan 2/3 zijn dat deltagebieden. Die meerdere keren per jaar onder water staan. De poolgebieden die natuurlijk aan het wegsmelten zijn. En daar zit ook heel veel van onze drinkwaterreserve toevallig. En de steden heb ik net al genoemd. Waar klimaatverandering veel impact gaat hebben. Want die hebben ook allemaal water en eten nodig. En 2 graden temperatuurstijging buiten een stad is een veel grotere temperatuurstijging binnen de stad. Want dat is een soort batterij die warmte opslaat. En het laatste wat ik zou willen noemen waar het impact heeft, zijn rivieren. Want het effect wat je ziet van watertekort is dat alle landen water willen vasthouden en dus dammen gaan bouwen. En op dit moment zijn er aanvullende plannen voor zo'n 3600 dammen in de wereld. En ja, je kan je wel voorstellen wat het effect is van het bouwen van een dam voor de landen die downstream wonen. De Nijl is een heel beroemd voorbeeld daarvan. Ethiopië wil dammen bouwen. Ja, Egypte. De hele bevolking leeft aan de Nijl en is afhankelijk van die Nijl. Dus dat gaat ook tussen landen, gaat dat meer spanningen geven. En dit zijn een beetje de impactgebieden waar je ook de relatie met veiligheid gaat voelen. En ik pak even een voorbeeldje eruit en dat is de Sahelregio. En ik noem de Sahelregio een kanarie in de kolenmijn. En waarom noem ik dat? Nou, ik weet niet of iemand van u wel eens in Limburg is opgegroeid, maar in Limburg hadden we vroeger kolenmijnen. En daar namen we altijd een kooitje mee met een kanarie, namen ze mee in de mijn. En zolang de kanarie bleef fluiten, was er niks aan de hand. Maar als de kanarie doodging, dan wist je, er zijn gevaarlijke gassen in deze mijn, we moeten weg. Dus de kanarie was eigenlijk een soort indicator van gevaar. En eigenlijk is de Sahelregio zo'n indicator voor ons. Want wat je in de Sahelregio ziet, zijn effecten waar wij ook mee te maken gaan krijgen. Het begint natuurlijk met de toenemende droogte. En dat ziet u linksonder. En die toenemende droogte leidt tot meer voedseltekorten. Het leidt ertoe dat boeren gewoon niet meer op de landen waar ze al eeuwenlang landbouw hebben verricht, dat ze daar niet meer kunnen rondkomen met hun gezin. En het gevolg daarvan is dat ze een ander onderkomen moeten zoeken. En dat betekent, en dat ziet u rechtsonder, dat zowel boeren als herders gaan wegtrekken uit die landen. Maar ja, dan komen ze in andere landen waar andere boeren en herders zitten, dus dat geeft spanningen. Of ze gaan migreren, dan krijg je migratiestromen. Maar hoe dan ook, ze zullen een gezin moeten onderhouden. En ik heb dat in vele missiegebieden gezien. De piraterij in Somalië bijvoorbeeld. Ja, dat zijn vaak mensen die of niet meer konden vissen omdat de visgronden leeg waren. Of niet meer landbouw konden verrichten omdat hun landbouwgronden gewoon niet meer vruchtbaar waren. En die hebben dus bijna geen keus meer en komen dan in handen van de georganiseerde criminaliteit. En dat zie je in de Sahelregio ook. Het middenplaatje boven laat een beetje zien wat voor stromen er allemaal zijn aan transporten, aan smokkel. Van drugs, van wapens, mensenhandel. Heel veel van de drugs uit Zuid-Amerika komen door deze regio naar Europa toe. En ja, je kunt je wel voorstellen, als mensen minder perspectief hebben en een gezin moeten onderhouden, dan is de stap naar het gemakkelijke geld van georganiseerde criminaliteit een hele kleine stap. En dat geldt ook voor de stap naar extremisme. Want minder je gezin kunt onderhouden, minder eten op de plank, maakt je wanhopig. Maakt je ook gefrustreerd, maakt je boos op je overheid. Geeft onvrede en leidt tot spanningen binnen landen. En kan ook leiden dat mensen die overstap naar extremisme maken. En dat is in feite wat we in Mali hebben gezien. De opkomst van dat extremisme, wat bijna het hele land onder de voet liep, heeft ook hiermee te maken. Eigenlijk zie je dat die landen die getroffen worden door klimaatverandering, ook best wel een dankbare voedingsbodem vormen voor georganiseerde criminaliteit en voor extremisme. En ik ben niet de enige die zich daar zorgen over maakt. Ik merk gewoon dat er in toenemende mate militairen zijn die daar iets aan willen doen. Die gewoon zien wat de impact van klimaatverandering is voor veiligheid. En de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben daar al meer dan 10 jaar geleden voor gewaarschuwd. Voor die effecten die gingen komen. Amerika was een van de eerste die hierop wees. De laatste jaren hebben ze er iets minder aan gedaan. Maar daar gaan ze nu weer inhalen, daar heb ik goede hoop op. Maar er is een toenemend aantal militairen die gewoon inziet dat klimaatverandering hun toekomstige werk gaat beïnvloeden. En zij weten wat de prijs is als je daar niks aan doet. Want dat kost hun mensenlevens. En dat besef begint nu door te dringen. Sprak ik over 10 jaar geleden, toen ik zelf nog niet het besef had dat ik ooit over klimaat zou praten. Toch had ik er toen wel al ervaring mee. Alleen ik was het me niet van bewust. Toen ik in Oeriskant commandant was, hadden wij lokale conflicten en de Taliban kreeg daar voet aan de grond,
door watertekorten. En wij gingen daar natuurlijk volop in. De hele gevechten rond Chora hebben de Taliban bestreden, die hebben daar weggejaagd. Maar we hadden het probleem niet opgelost. Want het probleem bleek, en dat zagen we later pas, bleek echt een tekort aan water te zijn. En pas toen we daarin konden bemiddelen, zag je dat de rust weer terugkeerde. En datzelfde heb ik dus gezien in Somalië, het voorbeeld wat ik noemde van de piraterij. Hetzelfde heb ik gezien in Soedan, waar hele herders met hun kuddes naar het zuiden trekken, naar vruchtbare gronden, en daar anderen weer verdringen, wat heel veel conflictstof geeft. Hetzelfde hebben we gezien in Mali, het voorbeeld wat ik net noemde. Dus in al die conflictgebieden heb ik eigenlijk te maken gehad met de impact van klimaatverandering, alleen ik heb die relatie nooit gelegd. En dat muntje, dat is nu wel aan het vallen. En ik zie dat dat bij steeds meer mensen valt. En we zijn ons nu aan het organiseren in dit netwerk. En het leuke van dit netwerk is dat er eigenlijk meerdere netwerken zijn. We hebben nu al vertegenwoordigers uit meer dan 40 landen van alle continenten ter wereld. En die wisselen best practices uit, die wisselen ervaringen uit, die wisselen inzichten uit. En zo bouw je kennis op over hoe klimaatverandering veiligheid beïnvloedt. En met die kennis voeden wij onderzoeksinstituten. U ziet onderin een aantal onderzoeksinstituten die een soort consortium vormen van dit netwerk. Maar daaromheen zit ook weer een heel netwerk van onderzoeksinstituten. Meer dan 20 uit alle continenten van de wereld die zich in dit thema aan het verdiepen zijn. En zo groeit ons bewustzijn, zo groeit onze kennis op dit vlak. En dat gebruiken we om met name de beleidsmakers die zich nu ook aan dit netwerk verbinden te voeden. Te voeden met kennis, te voeden met inzichten en te voeden met suggesties. Zodat zij dat kunnen vertalen in beleid voor hun land of voor hun instituut. En zo zie je eigenlijk een hele vruchtbare samenwerking ontstaan in dit netwerk. Maar het is niet alleen de militairen die hiervoor waarschuwen nu. Dit is een grafiekje uit de Global Risk Report van de World Economic Forum. En als je naar dit lijstje kijkt en je laat die kleurtjes even op je indringen, en je kijkt met name even naar de groene en de rode kleurtjes die daar staan, dan valt toch wel heel erg op dat dat bijna allemaal klimaatgerelateerd is. Dus ook de economen, ook de wetenschappers, die allemaal niet uit de milieuhoek komen, als die gaan oplijnen wat zijn de top 10 risico's qua waarschijnlijkheid, maar ook de top 10 risico's qua impact, komen ze tot dit lijstje. En zo zie je dat klimaatverandering eigenlijk een thema is geworden wat helemaal uit de milieuhoek is weggehaald, wat nu een heel breed thema is geworden, wat vanuit meerdere kanten, vanuit de wetenschap, vanuit de economie, maar ook vanuit de militairen, vanuit de veiligheidskant, wordt erkend van dit is een breed probleem. Het is geen milieuprobleem alleen. Het is een probleem voor onze hele maatschappij. En alle sectoren van de maatschappij moeten daar iets aan doen om dat te gaan helpen oplossen. En het is een serieus probleem. Kijk maar naar dit staartje. En dat is eigenlijk de kern van mijn verhaal. Van waarom is dit ook een veiligheidsthema? Waarom is dit bijvoorbeeld ook voor defensie relevant? En voor de veiligheidssector in de bredere zin? En deze plaatjes geven dat een beetje weer. Linksboven ziet u vitale infrastructuur staan. En zeker in de kustgebieden of in gebieden die door tornado's en hurricanes worden bedreigd, is dat natuurlijk cruciaal. Het fotootje links is de foto van de grootste marinebasis ter wereld. En dat is in Norfolk in Amerika. Daar moet de marine meerdere keren per jaar uitvaren omdat die haven onder water loopt vanwege de zeespiegelstijging. Grote steden in Amerika, zoals Miami, liggen op zeespiegelhoogte. Dus je kunt zich wel voorstellen dat de impact ook in een land als Amerika gewoon heel erg groot is. En dat daardoor ook allerlei vitale infrastructuur, en dat zijn niet alleen militaire infrastructuur, maar ook kerncentrales, ook radarstations die zich allemaal in kustgebieden bevinden, daardoor bedreigd worden. En daar zul je dus aan moeten werken om dat aan te passen en te gaan beschermen. Een tweede is de geopolitieke kant. Ook hier is gesproken volgens mij over het smelten van de kappen van de Noordpool en de Zuidpool. Maar eigenlijk ontstaat daar ook weer een hele nieuwe geopolitieke arena. Je ziet al landen al vlaggetjes op de bodem van de zee daar planten om daar de grond te claimen. Want er zitten allemaal oliebronnen, gas, er zitten allerlei resources in de grond die men graag wil hebben. En ja, dat geeft dus een nieuwe dynamiek. Dat geeft nieuwe spanningen tussen landen die dat allemaal claimen. Ook zie je nieuwe handelsroutes ontstaan die boven Rusland langs gaan. Dus je ziet een totale verschuiving ook van economische lijnen, verbindingslijnen, van oost naar west. Met ook weer hele nieuwe dynamieken, met ook weer veiligheidsproblemen die daaromheen hangen. Dus klimaatverandering heeft ook een veiligheidsgeopolitieke impact die instituties zoals NAVO en EU
serieus moeten nemen. En de rechtsboven ziet u vergroening Defensie. Ja, Defensie is natuurlijk wel van de groene pakken, maar is nooit zo van de vergroening geweest. Maar toch is vergroening voor Defensie wel een heel relevant thema. En niet alleen om de emissies terug te dringen, niet alleen om bij te dragen aan duurzaamheidsdoelen, maar ook omdat het hun kan helpen. Eigenlijk zit in die vergroening een kans. Een kans om je operationele effectiviteit te verbeteren. En dan zult u denken, ja, wat is dan die relatie? Nou, als we bijvoorbeeld in staat zijn om in missiegebieden kampementen te bouwen die zichzelf van energie, van zichzelf van water en zichzelf van reservedelen kunnen voorzien, die zelfdragend worden, dan hoeven die konvooien, die hoeven niet meer te rijden. En die konvooien, logistiek, is de grootste kostenfactor van iedere militaire missie. Logistiek is ook de grootste kwetsbaarheid van iedere militaire missie. Dus eigenlijk kan je door vergroening te omarmen, kan Defensie zijn operationele effectiviteit vergroten. Want die kwetsbaarheden worden minder, de kosten worden minder en je kan de mensen die hier nu allemaal mee bezig zijn met die logistiek, die kan je gaan gebruiken om te doen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn, veiligheid brengen. Dus er zitten gewoon grote kansen in. En linksonder ziet u een beetje wat ik al heb verteld aan de hand van Sahel, dat klimaatverandering toch ook al een aanjager is van conflicten. Klimaatverandering leidt tot meer migratiestromen, meer extremisme. Het is al een wapen in handen van de extremisten. We hebben het in Irak gezien toen we tegen IS vochten. De Mosuldam werd door IS bezet en gaf hun een machtsmiddel over de lokale bevolking. Je kreeg geen toegang tot water als ze niet meewerkten. En zo zie je dat water een soort instrument ook van macht wordt, omdat het een schaars product is. En ik zou bijna zeggen, water is het olie van de toekomst. En over olie zijn al heel wat oorlogen gevoerd. Dus als water het nieuwe schaarse grondstof wordt, dan gaat dat ook een andere dynamiek geven. Maar ook het feit dat mensen gewoon worden verdrongen van hun gronden, dat er migratiestromen op gang komen, dat er interne spanningen in landen gaan ontstaan, heeft een conflictverhogende werking. En betekent dus dat dat voor Defensie impact gaat hebben. En als je klimaatverandering dan meeneemt in je analyses van conflicten, ja, dan betekent dat wel dat ook inlichtingendiensten daar wat indringender naar moeten gaan kijken als ze conflicten, potentiële conflictgebieden gaan analyseren. Want ook dit is een soort root of conflict. En daarmee kunnen inlichtingendiensten ook wat bijdragen. Ik kom daar zo nog op terug. Maar in ieder geval leidt klimaatverandering tot een toenemend beroep op de krijgsmacht. Zeker als je kijkt naar de hele ring van instabiliteiten, waar Defensie de laatste tijd is ingezet, dan is dat vooral Noord-Afrika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Nou, dat is precies de kwetsbare ring ook voor klimaatverandering. Dus de instabiliteit die er al is, die zal eigenlijk alleen maar gaan verergeren door deze effecten. En een ander effect is natuurlijk humanitaire rampen. We zien de weerspatronen veranderen. We hebben het pas op Sint Maarten natuurlijk meegemaakt, hoe het hele eiland bijna werd verwoest door de hurricanes die er overheen trokken. Dat soort rampen zien we alleen maar intenser worden en zien we in frequentie toenemen. En dan zijn ook de civiele hulpdiensten vaak het slachtoffer van diezelfde ramp. Dus die kunnen niet de hulp bieden die op dat moment nodig is. En dan is het logisch dat Defensie moet bijspringen. Dus ik verwacht dat het beroep op de krijgsmachten in de wereld om humanitaire steun te verlenen, om rampenbestrijding mee te helpen invullen, alleen maar gaat toenemen. Dus ook dat heeft impact op een Defensie en op een veiligheidssector in de bredere zin. En tot slot heb je natuurlijk de existentiële dreigingen van niet alleen de kleine eilandstaten, dat zijn natuurlijk beroemde voorbeelden, maar ook van delen van landen. Delen van Noord-Afrika worden gewoon onbewoonbaar omdat het te heet is en te uitgedroogd. Dus mensen moeten wegtrekken. En dat geeft een soort existentiële dreiging daar. Wat natuurlijk voor frictie gaat zorgen met de omliggende gebieden. Dus alles bij elkaar is het voor mij klip en klaar. Dit is ook een veiligheidsthema en het wordt tijd dat die veiligheidssector dat ook zo gaat zien. Maar het wordt ook tijd dat de mensen die nu met klimaatverandering bezig zijn en met de klimaattoppen gaan zien dat het ook een veiligheidsimpact heeft en dat ze de veiligheidssector gaan betrekken daarbij. De veiligheidssector moet ook een speler worden die kan meehelpen en niet alleen in het oplossen van de effecten en het tegengaan van de effecten, maar ook in het voorkomen en aan de preventiekant. En dat brengt mij een beetje op mijn laatste punt, is van oké, wat kan de defensiesector dan bijdragen? Wat kan de veiligheidssector bijdragen? Nou, het begint natuurlijk met linksonder die inlichtingendiensten, die natuurlijk kunnen helpen om het voorspellend vermogen te vergroten. Het zou toch wel heel prettig zijn
als wij wat beter inzicht kregen in wanneer en hoe migratiestromen op gang komen en waar terrorisme kan gaan opleven. Dus dat betekent dat we de klimaatfactor in onze analyses meer moeten gaan meenemen. En daarmee kan Defensie een bijdrage leveren aan het bredere voorspellend vermogen van waar klimaatverandering impact gaat hebben. En dat helpt de EU, dat helpt NAVO, dat helpt andere instituten om wat proactiever met die landen om te gaan en die landen te helpen om daar weerbaarder tegen te worden. En je ziet dat nu best wel een breed thema aan het worden is van hoe kunnen we meer aan forecasting doen? Hoe kunnen we meer aan early warning doen? Hoe kunnen we zorgen dat we de effecten van klimaatverandering wat meer voor kunnen zijn? Nou, ik denk dat daar inlichtingendiensten absoluut een belangrijk hulpmiddel in kunnen zijn. Daarnaast gaat het om vergroten van weerbaarheid. En dat is enerzijds, je ziet daar bovenin staan, vergroten van de weerbaarheid van fragiele landen. Nou, ik heb er al genoeg over uitgelegd wat de impact daarvan is, maar als klimaatverandering nou het grootste thema van deze eeuw is, moeten wij dan niet onze OS-inspanningen, onze economische inspanningen, onze defensie-inspanningen wat meer in samenhang daarop gaan richten dat we die landen waar wij ook een groot belang bij hebben dat die stabiel blijven, dat we die helpen stabiel blijven, dat we die weerbaarder maken tegen deze veranderingen. Moeten wij niet eigenlijk onze beroemde 3D-benadering wat meer op deze wijze gaan toepassen? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, dus wat mij betreft wel. En wat mij betreft heeft ook Defensie daar een rol in om ook de veiligheidssector van die landen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en te zorgen dat ze in staat zijn om de effecten daarvan ook tegen te gaan. Maar ook Defensie zal zelf zich moeten aanpassen. Het vergroten van de eigen weerbaarheid hoort er ook bij. Het personeel zal in extreme klimaatomstandigheden moeten kunnen opereren. En daar betekent dat je je materieel moet aanpassen, je uitrusting moet aanpassen, je training moet aanpassen. Je zal ook je infrastructuur moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dus ook Defensie zelf als instituut en als qua materieel en qua personeel zal zich moeten aanpassen, zal weerbaarder moeten worden. Een ander punt wat ik wil noemen is die innovatie. En ik noemde al even dat de veiligheidssector groene innovatie meer als een kans moet gaan zien. En daar zit absoluut mogelijkheden in. En het is heel mooi te zien dat dat nu ook al gebeurt. Bij de landmacht zijn ze nu living labs aan het creëren, laboratoria samen met allerlei civiele instituten, samen met bedrijfsleven, om te kijken van ja, hoe kunnen wij de gezondheid van onze mensen verbeteren? Hoe kunnen wij zelfvoorzienende kampen gaan bouwen? En dat is allemaal technologie die je ook zo in dorpen en steden in Nederland kan gebruiken. Dus Defensie zou eigenlijk een soort platform voor innovatie, voor groene innovatie kunnen zijn. En daar hebben ze zelf baat bij, maar daar heeft ook de omgeving baat bij en daar heeft ook onze economie baat bij. En dat mechanisme, dat is nog onderontwikkeld, maar ik zie het wel op gang komen. Dat vind ik een hele mooie beweging om te zien. Nou, ik heb de strategische heroriëntatie al even genoemd, die ziet u rechtsboven. De impact die het heeft op de Noordpool bijvoorbeeld, hè, waar een nieuwe geopolitieke arena ontstaat. Maar ook energietransitie heeft gewoon geopolitieke impact. Want denk het maar eens na, als we dadelijk allemaal naar stroom toe gaan en we hebben geen olie meer nodig. Ja, wat betekent dat eigenlijk voor landen die nu helemaal afhankelijk zijn van de inkomsten van fossiele brandstoffen? Dat zijn niet de minste landen, dat zijn de OPEC-landen, dat zijn landen als Rusland. Hun hele economie draait daarom. Dus als wij onafhankelijker worden van olie, dan gaat dat effecten hebben op die landen. En dan gaat dat ook weer een andere dynamiek veroorzaken. Die je ook vanuit een strategisch oogpunt wel goed op moet anticiperen. En tot slot zou ik willen vermelden de civiel-militaire samenwerking, want die gaat alleen maar intenser worden. In Nederland natuurlijk, als wij overstromingen hebben, en daar hebben we al allerlei mechanismes voor, maar ook in Sint Maarten bijvoorbeeld en ook in andere landen, als daar rampen ontstaan, dan is het logisch dat Defensie bijspringt. En nu doen we dat een beetje op ad hoc basis. Nu is het een beetje, ja, als het moet dan doen we het, maar we zijn er niet echt goed op voorbereid. Maar als dit nou intenser gaat worden, gaat frequenter gebeuren, dan lijkt het me logisch dat je ook dat wat verder gaat professionaliseren. Dat je naar meer staande mechanismen gaat komen die zorgen dat je daarop bent voorbereid en dat je daarvoor klaarstaat. Er zit nog werk genoeg aan de winkel en het mooie is om te zien dat het muntje begint te vallen. Ook in Nederland. En dat het nu steeds meer in de beleidssferen wordt doorvertaald. En het feit dat ik hier zit als oud-militair toont wel dat het niet meer een linkspolitiek thema is. Klimaatverandering, net zoals veiligheid, zijn thema's die ons allemaal aangaan. Of je nou links of rechts, of boven of onder zit in het politieke spectrum,
Het is een thema wat ons allemaal raakt, wat voor ons allemaal belangrijk is. Dus laten we het vooral uit die sferen halen. Laten we het depolitiseren en laten we zorgen dat we dit thema, dat we hier ons met z'n allen voor inzetten. En daar wil ik eigenlijk mijn betoog mee eindigen. En jullie de gelegenheid stellen om een vraag te stellen. Dankjewel. Dankjewel, Tom. Dit was een heel erg rond verhaal. Ik zou bijna zeggen, hier is niks meer aan toe te voegen. Toch gaan we dat wel doen. En je zegt al dat mensen kunnen vragen stellen. De chat staat open. Die heb ik op mijn schoot hier staan. Dat is de chat die onder YouTube, onder het YouTube-kanaal zit. Dus daar zal ik zo een blik op gaan werpen. En ik zie de eerste vragen al binnenkomen. Dus dat is hartstikke goed. Maar ik wou graag eerst zelf nog een vraag stellen, Tom. En ik mag Tom zeggen. Wij kwamen elkaar eerder tegen. En aan die eerste ontmoeting wou ik graag refereren. Dat was in het Vredespaleis. Tijdens de Planetary Security Conferentie. De eerste in zijn soort. 5-6 jaar geleden. Daar kwam jij als toen nog chef defensiestaf een verhaal houden wat heel erg leek op het verhaal wat jij hier vandaag hebt gehouden. En dat was zo opzienbarend dat het NOS-journaal er 's avonds mee opende. Een militair die zich begaf op dat rare linkse terrein van milieu en klimaat. Dus je moest dat uitleggen en je deed dat op een even welluidende manier als vanavond. Maar toch, en het is eigenlijk nog maar heel kort geleden, baarde dat opzien. Kun je iets zeggen over wat er gebeurd is in de tussentijd? Het viel mij op dat in jouw verhaal toch nog heel vaak de woorden voorkwamen zou kunnen of zou moeten. Met andere woorden, het is nog steeds niet zo dat als een militair iets zegt dat we allemaal in het gelid springen. Er is nog heel veel meer overtuigingskracht nodig. Ja. Wat heb je zien veranderen in de tussentijd? Ja, het was wel opmerkelijk toen hoe gereageerd werd. We zaten toen eigenlijk in dezelfde periode als nu. Het was vlak voor de verkiezingen. En klimaat was toen nog een vrij gepolariseerd thema. Dus sprongen daar heel veel partijen ook op in. En werd ook de minister van Defensie onmiddellijk naar de Kamer geroepen. Moest allerlei vragen beantwoorden van is dit regeringsbeleid of niet? En waar bemoeit die generaal zich mee? En zo zag je allerlei stellingen ook in de media. Dus de enige keer dat ik echt trending was, was eigenlijk die keer. En het heeft mij ook de bijnaam gegeven van de groene generaal. En een bijnaam die ik trouwens als een soort eretitel ben gaan beschouwen. Maar voor mij was het wel een soort startpunt om hier verder voor in te zetten. Het heeft mij eigenlijk alleen maar gesterkt dat hier nog braakliggend terrein ligt, wat we met elkaar moeten gaan verkennen. En dat is precies wat ik ook met dat netwerk doe. En wat ik merk is dat er gewoon veel onbekendheid is met het thema. Dus het begint eigenlijk met gewoon dit uitleggen. Hè? Wat is nou die relatie tussen klimaat en veiligheid? Dat de meeste mensen zien, ik zag het vroeger ook niet. En als je het uitlegt, zeg je, ja, het is eigenlijk wel heel logisch. Hè? Maar dus waar we heel erg mee bezig zijn, is dat awareness vergroten dat die relatie er is. En op het moment dat mensen dat erkennen, dan ontstaat er ook een bereidheid om er iets aan te gaan doen. En dat is eigenlijk waar we de afgelopen 2 jaar met het oprichten van dat netwerk mee bezig zijn geweest. Het netwerk bestaat nu 2 jaar. Vorig jaar hebben we ons eerste rapport gepubliceerd, waarin we eigenlijk hebben gekeken wat is de impact van klimaatverandering in de verschillende regio's in de wereld. En daaruit bleek dat er geen regio onaangetast is. En dat het overal tot veiligheidsproblemen leidt. Dat hebben we in München gepresenteerd, in de München Veiligheidsconferentie. En dat heeft wel veel in beweging gezet. En ik heb daarna heb ik dat verhaal vaak gehouden in de EU en in de NAVO, omdat ik eigenlijk vind dat de EU met zijn Green Deal veiligheid compleet buiten beschouwing heeft gelaten. En dat vind ik niet goed. Veiligheidsdimensie hoort er ook bij en de veiligheidssector kan ook iets bijdragen. En dat besef begint in de EU nu door te dringen. Dus de External Action Service van de EU is nu echt beleid aan het ontwikkelen op het gebied van klimaat en veiligheid. En dat vind ik mooi om te zien. En datzelfde zie ik nu gebeuren in NAVO. Dus ook de NAVO is zich nu steeds meer gaan realiseren dat klimaatverandering voor hun een absoluut relevant thema is. Wat hun toekomstige omgeving waarin zij opereren drastisch gaat veranderen. En ook NAVO is zich nu aan het verdiepen hierin. Dus het heeft effect gehad. En dat vind ik het mooie. Alleen we staan nog wel aan het begin. We hebben dat nog niet doorvertaald in beleid. We hebben het nog niet doorvertaald in wat betekent het nu voor de structuren van krijgsmachten, voor de uitrusting van krijgsmachten, voor taken van krijgsmachten. Dus die doorvertaling, die moet nog gebeuren. En daarom zeg ik praat ik in termen als zou moeten. Ja. Omdat we nu eigenlijk toe zijn aan de volgende stap. Het muntje is gevallen dat er iets aan moet gebeuren. Maar we moeten het muntje nog vertalen naar actie. En hoe verklaar je dat zo langzaam gaat? Stel dat we het hier niet zouden hebben over
klimaatverandering, maar over radicalisering van een bepaalde bevolkingsgroep in het Midden-Oosten, dan zou dat onmiddellijk bovenaan de agenda staan in de NAVO of bij een willekeurige defensiestaf. Ja. Heeft dat ook iets te maken met taal, met de onbekendheid met het thema, dat we nog niet eerder in deze termen daarover gesproken hebben? Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel opmerkelijk snel omarmd worden, eerlijk gezegd. Ja, het heeft misschien iets met taal te maken. Het heeft iets te maken met dat die relaties gewoon nooit zo gelegd zijn. Dat was toch een beetje ver van mijn bedshow. Het hele klimaat, het hele milieu gebeuren, dat is niet iets wat nou de gemiddelde militair iedere dag aan denkt. Dus dat is een beetje ver weg. En die werelden zijn naar elkaar toegegroeid. Ik heb het in het verleden ook meegemaakt met ontwikkelingssamenwerking en defensie. Dat waren ook volledig gescheiden werelden. En eigenlijk in de missies, in onze taakstellingen, kwamen we elkaar tegen. En daar zijn we elkaar steeds meer gaan vinden. En daar ontstond synergie. En op een gegeven moment kwamen we erachter, hey, er is geen ontwikkeling zonder veiligheid en geen veiligheid zonder ontwikkeling. We hebben elkaar keihard nodig. En ik denk dat dat op klimaat ook een beetje het geval is. Dus die werelden groeien naar elkaar toe. En ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien dat we in 1-2 jaar tijd, ook politiek gezien, nu zo'n omslag aan het maken zijn met z'n allen. Ja. Het gaat mij niet snel genoeg hoor, maar het gebeurt gelukkig wel. Ja. Er is wel een beweging in gang gezet. En nu dat bewustzijn er eenmaal is, denk ik ook wel dat dat tot een versnelling gaat leiden. Dat dat tot beleid gaat leiden op dat vlak. Ja. In de chat, de vragen komen inmiddels binnen. Dank daarvoor. Wordt ook gesproken over de geopolitiek van dit vraagstuk, van die relatie tussen klimaatverandering en veiligheid, waar je natuurlijk veel op in bent gegaan. Zou je iets kunnen zeggen over het belang van de verandering van de regering in de Verenigde Staten? Ik herinner me ook nog voor de start van de Planetary Security Initiative dat het Pentagon zich als een van de eerste uitsprak over het belang van klimaatverandering voor defensie en veiligheid. De afgelopen jaren is het wat stil geweest uit het Witte Huis. Wat betekent de verkiezing van Biden wat dat betreft? Ja, de afgelopen jaren was het stil, maar het heeft niet stilgestaan. Je ziet dat er een verschil zat tussen de administration, met president Trump natuurlijk, die dit allemaal heeft stilgezet. Maar daaronder was er een absoluut besef dat dit een relevant thema was. Alle staten in Amerika worden er gewoon, nou niet dagelijks, maar wel heel frequent mee geconfronteerd. Er zijn heel veel staten die met toenemende mate met overstromingen, met bosbranden, met tornado's te maken hebben. En dat heeft allemaal met klimaatverandering te maken. Dus die nemen dit wel serieus. En dat geldt ook voor defensie. De havens die onder water lopen, de vliegvelden die onder water lopen, de trainingsareas die afbranden. Dus ook voor de Amerikaanse defensie is dit absoluut een relevant thema. En er is ook een hele vergroening eigenlijk gaande in de Amerikaanse krijgsmacht. Alleen dat gaat below the radar, hè. Dat zien we en horen we niet. Maar ook Amerikaanse bases zijn in de omliggende gebieden ook aan groene energie aan het opwekken om zelfsustaining te kunnen worden. Ze zijn ook met technologie aan het ontwikkelen om in missiegebieden hun compounds van energie te kunnen voorzien. Dus die ontwikkelingen hebben niet stilgestaan onder Trump. Maar het mooie is dat nu met president Biden dat het wel weer in die openheid kan. Hè, en dat het nu echt weer overheidsbeleid wordt en dat er weer een versnelling kan komen. En daar kan de kracht van Amerika, en ik hoop echt dat ze hier ook het leiderschap gaan pakken, wat ook veel landen graag van ze willen zien op dit thema, kan echt leiden tot een versnelling hierin. En John Kerry ken ik redelijk goed, daar heb ik een aantal keer mee opgetreden. We hebben ook een paar keer privé contact gehad. En we zijn aan het kijken van ja, hoe kunnen wij elkaar helpen hierin. John Kerry is de klimaatgezant van Amerika die hiermee aan de slag gaat. En ik denk dat wij hem vanuit het netwerk kunnen helpen om ook de veiligheidssector mee te krijgen in die beweging en hem een extra instrument in handen te geven om landen ook aan de klimaattoppen aan tafel te krijgen die normaal niet aan die tafel zitten. En daar zie ik ook wel een rol voor mij bijvoorbeeld als militair. Als een militair in sommige landen roept dat klimaat belangrijk is, dan komt dat anders over dan als een milieuactivist dat roept. Met alle respect hoor. Maar militairen hebben een ander aanzien. Militairen komen uit een andere hoek dan dat de mensen die traditioneel met klimaatverandering bezig waren kwamen. En daar zijn sommige mensen dan weer bevattelijker voor. En dan komt die boodschap wel over. Dus in die zin kunnen militairen ook een soort bruggenbouwer zijn om het thema toch breder te gaan omarmen en minder politiek te maken. Ja. In de chat gaat het inmiddels ook over Rusland en China als landen die zich vaak aan ander eind van het geopolitieke spectrum bevinden. Je spreekt nu over bruggenbouwer. Dit zou een thema kunnen zijn dat ons allemaal raakt en waar landen, als je het wel beschouwt, een gedeeld belang hebben. Schuilen er toch ook gevaren in door die
thema's aan elkaar te koppelen en het in die geopolitieke context te trekken. Waar we heel vaak zien dat de VS en China en Rusland juist tegenover elkaar staan. Ja. Zit daar een risico in? Ja, ik weet niet of het je moet spreken over erin trekken. Het is meer het besef dat het ook geopolitieke gevolgen gaat hebben. Dat is gewoon een gegeven waar we denk ik op moeten anticiperen. En ik vind wel een groot verschil tussen China en Rusland. Kijk, China is eigenlijk een voorloper in groene energie. China heeft ook hele ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Hele ambitieuze, loopt voor in de hele energietransitie en wil daar een wereldleider in zijn. Dat geeft ze ook economisch een positie. Hè? Dus in die zin is dat misschien economisch een soort bedreiging dat ze hier een leidende rol in gaan vervullen. Rusland vind ik echt een ander verhaal. Rusland is een groot deel afhankelijk van olieinkomsten en gasinkomsten. En als die wegvallen, dan kan de grote beer raar gaan reageren natuurlijk. Want dat gaat wel ten koste van hun positie in de wereld. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Dus daar maak ik me eigenlijk meer zorgen over. Van, is Rusland in staat om tijdig zich aan te passen aan deze veranderingen? En dat geldt ook een beetje voor de OPEC-landen. Daar maak ik me meer zorgen over, eerlijk gezegd. En ik denk dat China ook een mededrijvende kracht kan zijn in die hele transitie. Ja, dan is voor Rusland het belang anders. Maar niet eens per se gekoppeld aan veiligheid per se. Want wij zien nu ook al in de context van de klimaatonderhandelingen dat de Russen vaak op de rem trappen. En dat heeft ook alles te maken met het mogelijke verlies van die inkomenspositie die ze hebben. En die macht ook op internationale energiemarkten. Ik zie dat ik slecht te verstaan ben. Iemand zegt dat, dus ik hou de microfoon wat dichter bij mijn mond. Dank voor het opmerken hiervan. Jan Rebergen in de chat die vraagt ook nog naar het elektrificeren van onze samenleving. Je zei daar ook iets over in jouw presentatie. Maar daarbovenop zegt hij, komt ook een toenemende vraag naar energie. En vanuit klimaat geredeneerd en vanuit de energietransitie zeggen we dan, daar voorafgaand hoort ook reductie van het gebruik van energie, zuiniger daarmee omgaan. Maar de toenemende vraag roept schaarste op en mogelijk ook weer conflict. Ja. Zie je dat dan zich daar andere spelers op dat terrein melden? Maar ik zie het ook als een kans. Op energiegebied met name. Want ik geloof wel in het innoverende vermogen van de mens. En ik zie nu, en we zien het nu ook bijvoorbeeld in de automobielbranche. Die wordt nu gedwongen de stap te maken naar elektrische auto's. En dan gaat het ook ineens in een heel hoog tempo. Hè? En dan zie je enorm veel innovatie op gang komen. Op het moment dat je hier een soort business case kan maken, waar bedrijven ook beter van worden als ze hierin investeren, dan wordt het opeens heel aantrekkelijk. En dan ga je een innovatiekracht losmaken die ons kan helpen om die energietransitie verder door te trekken en ook die groeiende vraag te kunnen invullen. Ieder jaar zie je gewoon nieuwe technologieën ontstaan en ontstaan er weer meer mogelijkheden om groene energie op te wekken, op te slaan, om te vormen, te gebruiken, et cetera. Dus daar zitten miljarden en miljarden zitten in die R&D. Alleen al in China, maar tel dat wereldwijd maar eens op. En dat innoverende vermogen gaat echt vooral voor oplossingen zorgen waar we denk ik dit goed mee kunnen invullen. Daar heb ik wel vertrouwen in, zeker als je dat ook economisch aantrekkelijk kan maken. Ja. En ik kan een verhaal vertellen van die stichting waar ik mee bezig ben. Een stichting die gaat over van hoe kunnen we eigenlijk een gebied zelfvoorzienend maken. En zou het niet heel mooi zijn als je de energie die je opwekt in een gemeenschap, in een dorp of in een stad, dat je die ook helemaal ten goede van die stad kan laten komen. Dat je die in de zomer dat je dat allemaal kan opslaan. Of als er heel veel wind is, dat je dat opslaan, dat je het uit de grond haalt. En in de daluren dat je die opslag weer kan gebruiken. Zodat al die miljarden die we nu in de energierekening stoppen, dat die gewoon in de lokale economie blijven zitten. Ja, dus in die zin zitten er grote economische kansen in het omarmen van die technologie. En zie ik het niet als een bedreiging, eerlijk gezegd. Maar het is wel een moeilijke fase waar we door moeten, want we moeten wel die omslag gaan maken. Ja. Noem nog even de naam van de stichting. Ja, dat is een hele kleine stichting. Je gaat hem op internet niet vinden. Oh, je gaat hem op internet niet vinden. Nee. Goed zo, maar het idee natuurlijk is deels ook afkomstig uit het leger. Hè? Je sprak over het eigenlijk zelfvoorzienend maken van bases en missies. Ja. En dat is natuurlijk een hele mooie les, want die kunnen we eigenlijk overal toepassen. Je zei ook nog iets over de enorme groei in de hernieuwbare sector. En sowieso natuurlijk de grotere vraag naar producten als elektrische auto's en ook windmolens, zonnepanelen.
Dat heeft niet een run op fossiele brandstoffen zoals we die kennen en met al zijn geopolitieke kanten daarvan, maar misschien een run op grondstoffen die op hun beurt weer schaars gaan worden. Ja. Dat heeft op zichzelf ook weer een stabiliteitsdimensie. Kun je daar misschien ook nog iets over zeggen en wellicht ook over andere spelers die zich dan weer op het toneel melden en waar misschien traditioneel gezien vanuit inlichtingendiensten of militaire apparaten niet per se de blik op gericht is. Ja, ja, ik ben een keer gevraagd door een forum wat onderzocht wat de impact is van de energietransitie, de geopolitieke impact van de energietransitie. Die hebben een wereldwijd rapport gepubliceerd waar dat in kaart was gebracht. En één impact was natuurlijk wat ik net beschreef, dat de landen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, dat die door een grote verandering heen moeten. Maar een andere impact is natuurlijk met name schaarse grondstoffen die nodig zijn voor zonnepanelen, voor accu's, voor batterijen, nikkel, cadmium en dat soort grondstoffen, die natuurlijk ook vrij schaars zijn en waar nu een run op gaat ontstaan. Dat zal voor nieuwe schaarses zorgen die ook weer voor nieuwe conflictstof kunnen zorgen. Dus dat zagen wij wel als een potentieel risico in de hele energietransitie. Tegelijkertijd kan ook daar innovatie in helpen. Want eigenlijk zijn dat soort grondstoffen nu nog worden traditioneel gebruikt voor batterijen en opslag. Maar er worden nu ook weer nieuwe technologieën ontwikkeld waar je met veel minder zeldzame grondstoffen hetzelfde effect kan bereiken. Dus ja, ik geloof heilig in dat innoverende vermogen. En zeker als daar gewoon economische kansen in zitten, dan krijgt dat zo'n enorme boost dat daar gewoon andere oplossingen gaan ontstaan. En ik denk dat we daar ook op moeten inzetten. Ook Nederland is gewoon een enorm innoverend land. Daar zit onze kracht ook. Dus laten we die kracht gebruiken. En ik denk ook dat Defensie daar best wel in kan helpen. Ik ben in een andere hoedanigheid, ben ik regeringsgezant op het gebied van Europese defensiesamenwerking. En daar hebben we gekeken, ja, wat zijn nou thema's waar Nederland in Europa een verschil kan maken? En dat zijn best wel interessante thema's waar je ook klimaatdoelen aan kan verbinden. We hebben een goede scheepsbouwsector. Nou, zou het niet mooi zijn als een volgende marineschip, als we die gingen ontwikkelen, gebruik maken van groene technologieën. Dat je nieuwe materialen gebruikt aan de buitenkant, zodat je minder wrijving heeft in het water. Dat je nieuwe voortstuwingsmaterialen gebruikt, groene energieopwekking gebruikt. Waardoor die veel duurzamer wordt, waardoor zijn bereik groter wordt. Dus operationeel heeft dat een voordeel. Tegelijkertijd ben je een platform voor innovatie voor de bredere scheepvaartsector. En dat geldt voor die kampementen, dat geldt voor schepen, dat geldt voor heel veel technologieën waar wij in Nederland best wel goed in zijn. Dus ik denk dat we het ook als een kans moeten zien en onze kracht daarin moeten gaan gebruiken. En zo knoop je eigenlijk meerdere agenda's aan elkaar. Dus niet alleen klimaatverandering en grondstoffenschaarste, maar ook economische ontwikkeling, kansen. Ja. Dat is heel mooi. Ik ook naar aanleiding van de chat, dit is vermoedelijk een oud collega, maak ik een klein sprongetje toch naar Defensie als organisatie zelf. Maarten die zegt, u spreekt zich uit over klimaat, dat niet langer in de ideologische hoek of links gepositioneerd wordt. Maar zegt hij, ik word binnen de defensieorganisatie nog vaak vreemd aangekeken als ik mij uitspreek over dit thema. Ja. Er zit dus ook deels een culturele component aan, denk ik, binnen het militaire apparaat. Kun je daar iets over zeggen? Is dat zo en is dat ook aan het veranderen? Ja, nou, het is absoluut een thema wat niet iedere militair direct aanspreekt. Je zegt van, jij moet gaan investeren in het vergroenen van je apparaat. Dan zeg je, ja, ik investeer liever in mijn gevechtskrachten. Ik wil mijn taak beter kunnen uitvoeren. Daar moet het geld naartoe. Dat is het eerste wat iedere militair roept. Totdat je ze duidelijk maakt dat met dat vergroenen, dat je daardoor juist effectiever kan gaan optreden. Dus het heeft wel te maken met een stukje ook nog onbewustzijn over het belang van klimaat voor Defensie. En Defensie moet van ver komen op dit thema. Daar ben ik het mee eens. Tot nu toe werd het vooral als een last gezien. Ze moeten verduurzamen om aan landelijke doelstellingen te voldoen. Maar ja, dat wordt dan zo'n verplichting. Het werd niet gezien als een kans om ook je eigen effectiviteit te verbeteren. Ik heb wel gemerkt toen ik die lezing hield, wat heel veel fus gaf in de media, dat ik binnen Defensie eigenlijk alleen maar ondersteunende reacties kreeg. Dat de meeste militairen gewoon onderkennen van ja, nee, dat klopt. In die missiegebieden liepen we daar gewoon tegenaan. En dit is een factor die ons werk beïnvloedt. En hier moeten we gewoon meer rekening mee houden. Dus eigenlijk gaf het veel minder discussie binnen Defensie dan buiten Defensie. Toen ik dat thema zo aan het voetlicht bracht.
Ik herinner mij dat in die tijd toen ook een notitie verschenen is over verduurzaming van defensie. En een van de getallen die mij is bijgebleven is dat er, ik geloof, 80 miljoen per jaar aan diesel getankt werd binnen de, misschien is het nog wel veel meer, ja. Maar dat er een enorm potentieel lag in eigenlijk het terugverdienen van geld dat uitgegeven wordt aan dat soort brandstoffen. Binnen een organisatie die natuurlijk decennia lang gekrompen is of waarop bezuinigd is, is dat een aantrekkelijk perspectief, dat je ook geld kunt verdienen aan vergroening. Was dat een argument dat wel vruchtbare bodem vond? Ja, geld verdienen, dat klinkt gelijk van nou, we hebben de volgende bezuinigingsposten te pakken. Dus dat is zeker niet... Dat was ook een valkuil. Dat is zeker niet de doelstelling. Maar het kan je wel helpen om de verduurzaming in te vullen. De verduurzaming kost ook een hoop geld. Al die kazernes, het moet allemaal geïsoleerd worden. Het moet allemaal verbeterd worden. Nou, je kan die kosten verminderen door de samenwerking bijvoorbeeld met je omgeving op te zoeken. Een kazerne kan ook een soort energiehub voor de omgeving zijn, voor de stad en de dorpen in de buurt. Dat je samen naar energieopwekking kijkt en dat je, Defensie heeft ruimtes beschikbaar, dat je daar de opslag en conversie van energie doet, waarmee je de gemeentes eromheen kan bedienen en dan kan je ook weer wat voor terugvragen. Dus ik zie wel hele nieuwe vormen van publiek-private samenwerking ontstaan, die heel veel potentie hebben ook voor Defensie, en waarmee ze dus hun verduurzaming kunnen invullen, zonder dat ze daarvoor eenheden hoeven te schrappen. Dus in die zin kan het ook aantrekkelijk zijn voor Defensie. Maar dan moet het wel als een kans zien en dan zou je ook iets anders moeten aankijken tegen dat soort samenwerkingsvormen. Ja. En dat is wel ook een stukje cultuuromslag die er moet plaatsvinden, zowel binnen Defensie als in de omliggende gemeente. Ja. Ik merk dat er meerdere militairen aan het kijken zijn. Dat is, dat is leuk, want hier komt een vraag van Hilde Hazen. Die plaatst het eigenlijk in verschillende vormen van gereedheid. En stelt de vraag, wat is er nodig om naast materiële gereedheid, personele gereedheid, ook duurzaamheidsgereedheid in te bedden in de operationele gereedheid van Defensie? Je zei daar iets over, dat ging over de cultuuromslag die nodig is, het ook anders kijken naar dit soort zaken. Ja. Maar kun je daar iets concreter in zijn, in antwoord op deze vraag? Wat zou er praktisch kunnen gebeuren of moeten gebeuren om daar op korte termijn verandering in te brengen? Wat denk ik moet gebeuren is, je moet er geen apart thema van maken. Als je een apart duurzaamheidsthema gaat creëren met een apart programma erop, dan wordt het ergens in de hoek geparkeerd. Dus je moet het echt inbedden in alles wat je doet. In je oefeningen, in je trainingen, in je uitrusting, in de eisen die je daaraan stelt. Je moet het climate proof maken, noem ik het. En dat is je uitrusting, maar dat is ook je beleid, hoe je gaat optreden in klimaatgebieden. Eigenlijk moet je je doctrine erop aanpassen. Moet je ook hoe je Defensie gaat gebruiken in de Sahelregio of in andere regio's. Moet je je policies erop aanpassen. En moet je van strategie naar uitrusting, moet je climate proofen. En gewoon inbedden in alles wat je al doet. Dat betekent dus dat je in de eisen die je stelt aan je kleding, de eisen die je stelt aan je voertuigen, aan je schepen, ook met een klimaatbril moet gaan kijken. Dus dat je ook moet kijken, hoe kan ik zorgen dat dit bestendig is tegen andere klimaatsomstandigheden, dat het ook meehelpt aan verduurzaming, maar dat me ondertussen ook nog operationeel effectiever maakt. En ik heb daar een aantal voorbeelden van genoemd. En ik denk als je dat wat meer in de eisen verwerkt die je stelt aan nieuw materieel wat je gaat kopen, dan kan je die slagen gaan maken zonder dat je er last van hebt. Dan krijg je alleen de lusten en weinig de lasten. Maar dat vereist wel dat we wat proactiever mee omgaan. En daarom vind ik ook wat ik net noemde, de Europese Defensiesamenwerkingsagenda, waar je echt kijkt naar de volgende generatie schepen, de volgende generatie voertuigen en de ontwikkeling daarvan aan de research en development kant. Daar zitten met name de kansen om vergroening in te bedden op een manier dat Defensie er gewoon beter van wordt, ook operationeel beter van wordt. Maar daarnaast moet je ook naar je trainingen kijken. Je zal toch ook in hele hete gebieden moeten kunnen opereren. Nou, hoe doe je dat? Hoe kan je dat volhouden? Hoe kan je zorgen dat je daar je watervoorziening hebt? En ook daar ontstaan mooie technologieën. Jij en ik kennen allebei Ad Verheggen. Die is bezig met een uitvinding om gewoon water uit woestijnlucht te halen. Met een heel klein apparaatje wat zelfvoorzienend is. Nou, daarmee kan een eenheid die door in de woestijn moet patrouilleren, kan zichzelf veel beter en veel langer in stand houden dan als je dat iedere keer moet aanvoeren met jerrycans. Ja. Ja. Dus daar door op die manier naar technologieën en naar nieuw materieel te kijken, denk ik dat Defensie makkelijk die slag kan maken naar climate proof.
En dat maakt het werk voor veel militairen denk ik ook veel spannender. Dat je op dit soort manieren professioneel naar je eigen functioneren kunt kijken en daar vernieuwing in aan kan brengen. En dus ook effectiever kan worden. Ja, en dat betekent ook dat Defensie veel meer ook naar de civiele samenwerking moet kijken. Want dit zijn vaak civiele technologieën. Ja. Alleen wat je bij Defensie kan doen, is verschillende civiele technologieën vertalen in concepten. In concepten van energievoorziening, concepten van watervoorziening. Daar kan Defensie dus dat platform voor innovatie zijn, om slimme combinaties van technologieën te vinden in toepassingen. En daar zit denk ik de winst. Maar dat betekent wel dat je echt naar dual use moet kijken. De hele defensieindustrie is altijd een hele aparte sector geweest. En wat we nu nodig hebben, is al die andere bedrijven die dit soort nieuwe technologieën brengen, dat we die gaan omarmen en naar binnen gaan trekken. En tot nu toe was dat te veel afgeschermd. Ook onze eigen defensieindustrie is daar vrij beschermend in, vind ik zelf. Ja. En die zouden veel meer dat soort andere bedrijven, en dat zijn de kleinere bedrijven vaak, waar veel innovatie zit, die zouden ze moeten omarmen om samen naar de volgende stap te zetten. En dat zijn vaak ook zelfs wel low-tech oplossingen, die ook nog minder het risico in zich dragen om als het dual use goed aangemerkt te worden, denk ik dan zo. Ja. Ik zie hier nog een aardige. Stefan Vlos die zegt, diplomatie als ultieme klimaatvriendelijke strategie, omdat voorkomen altijd beter is dan genezen. Daar kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn als diplomaat. Toch nog eventjes een klein bruggetje naar vanaf het vorige onderwerp naar iets waar we het net ook even over gehad hebben. De timing nu is vlak voor verkiezingen weer in Nederland. Dan komen er daarna uiteraard weer formatiebesprekingen. En zoals we weten in Nederland kan dat best wel eens een langdurig proces zijn, waarin een heleboel partijen hun wensen op tafel leggen. Wat zou je zeggen om deze agenda te bevorderen, zou er vanuit Defensie op die formatietafel terecht moeten komen? Wat is een goede vraag van Defensie? Op gebied van klimaatveiligheid? Ja. Ja, of misschien de vergroening van de organisatie zelf, die defensie samenwerking met civiele partijen. Wat zijn nou terreinen denk dat waar de politiek beslissingen op kan nemen? Ja. Ik denk beleidsmatig in het kijken naar risicogebieden om ons heen. Ik denk dat we echt veel meer naar geïntegreerde strategieën moeten voor Noord-Afrika, voor het Midden-Oosten, om te voorkomen dat we dadelijk al die effecten, dat we daar vol mee geconfronteerd worden. Om te praten over migratiestromen van miljoenen mensen. We praten over extremisme wat echt enorm kan gaan toenemen. Dus preventief inzetten daarop in programma's waarbij we onze beroemde 3D-benadering op een andere manier gaan toepassen, gericht op dit thema. Dat zou voor mij een belangrijke oproep zijn. En daarnaast denk ik ook het investeren in de technologiekant. Waarbij we veel meer naar samenwerkingsvormen moeten, publiek-privaat, in de research en development van die technologieën. Nederland kan daar mede een koploper in zijn met het innovatieve vermogen wat wij hebben. En daar kan Defensie absoluut een partner in zijn. En ik denk ook dat wij klimaatveiligheid als een thema moeten gaan agenderen binnen de VN met andere landen. Ik vind het echt de missing link. Ik had het op mijn slide gezet. De missing link, het was een missing link in NAVO, want NAVO keek er niet naar, dat verandert nu. Maar het is nog steeds een missing link in de VN. De klimaattop komt veiligheid, het woord veiligheid wordt nauwelijks uitgesproken. Je bent er zelf geweest, maar het wordt gewoon totaal niet erkend. En dat vind ik echt een grote tekortkoming. En ik denk dat ook de VN een grote kans mist als ze de veiligheidssector niet als een partner inschakelen in het tegengaan van klimaatverandering. Dus ook daar zou ik graag een thema van willen maken. Ja. En geef ons, de overheid, de diplomatieke dienst, daar eens advies op. Welk forum zouden we dat moeten doen? Is dat via de band van de veiligheid, de Veiligheidsraad? Misschien ook de NAVO als partij? Of moeten we dat via de klimaatband doen en zeggen van in die onderhandelingen moet veiligheid een thema worden, want dat heeft met te veel een raakvlak? Of misschien wel allebei? Ja, ik denk via de diplomatieke band en via de klimaatband. Omdat als je dat via de veiligheidskant doet, dan wordt dat toch een beetje gezien als een soort binnendringer. En er zijn al heel veel discussies geweest over securitizing climate. Hè? Dat defensie of veiligheidssector het een beetje misbruikt als een veiligheidsthema en op zoek is naar werk. Wat natuurlijk absoluut niet het geval is. Want ja, dat heb ik genoeg betoogd dat het defensie een onderdeel van die oplossing kan zijn. Dus het zou sterker zijn als het vooral via de band van mensen zoals jij dat aangeven. Van ja, we moeten eigenlijk ook die veiligheidsdimensie gaan meenemen.
En mensen als Frans Timmermans, en als die dat wat meer gaan inzien en dat ook gaan omarmen, dan wordt het een krachtiger verhaal. Ja. Nou, ik neem hem in ieder geval mee. We zullen de YouTube-opname van deze avond ook bij Frans Timmermans onder de aandacht brengen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij dit wel weet. Volgens mij dus, ook. Maar we zullen hem, als we hem tegenkomen, het toch ook weer een keer zeggen. In de tussentijd stelt Rens de Man een vraag over hoe we de impact nog verder kunnen vergroten. Ik denk eerlijk gezegd dat je met je afgelopen twee antwoorden daar al antwoord op hebt gegeven. Je gaf verschillende voorbeelden van wat er nog meer zou moeten gaan gebeuren. Dus ik hoop, Rens, dat je daarmee tevreden bent met de antwoorden die inmiddels zijn gegeven. Hier komt nog een suggestie van Eric Ferguson. Die zegt: voor de regeringsvorming moet klimaat een heel centraal thema worden. Voor alle beleid en niet per ministerie fragmenteren. Dat sluit misschien een beetje aan bij een oproep die we recent ook in de media hebben gezien. Voor een soortement van OMT voor klimaat. Dus een centrale klimaatautoriteit. Zie je wat in zo'n idee? Ja, ik weet niet of OMT dan het goede voorbeeld is. Want OMT is vrij eenzijdig samengesteld, hè. Dat zijn allerlei soorten medische deskundigen bij elkaar. Ik denk dat je veel gemêleerde gezelschap moet hebben uit eigenlijk alle sectoren van de overheid die hiernaar gaan kijken. Dat zou geen kwaad zijn. Ja, ik denk dat het is echt een whole of society problem. Dus eigenlijk moet je de kracht van alle ministeries gaan benutten om klimaatverandering, om daar Nederland meer op voor te bereiden. Ieder ministerie heeft daar een verantwoordelijkheid in. Ja. Dus het moet een beetje uit de tak van alleen maar EZK en een beetje BZ. het moet verbreed worden en ieder ministerie kan zijn steentje bijdragen. Misschien is daar wel behoefte aan een generaal buitendienst die dat allemaal eens overziet. Wie weet waar het volgende kabinet mee komt. Hier is nog iemand die zegt: ik heb twee keer een vraag gesteld over het Tibetaanse plateau. Iets hoger in de chat. Kan die nog een keer gesteld worden? Dan moet ik inderdaad een heel eind terug in de chat. Dus beste Christa, stel hem hier nog een keer. Dan ga ik hem zo aan Tom Middendorp stellen. In de tussentijd maak ik even een klein sprongetje naar een andere pet die je ook op hebt. Namelijk die van corona. Gezant, of in ieder geval iemand die de testcapaciteit in Nederland mag organiseren. Dat lijkt een heel erg ver van je bedshow, maar ik denk dat je daar met je alles wat je vanavond verteld hebt en met je achtergrond ook binnen Defensie een voordeel hebt. Maar zou je iets kunnen zeggen, niet per se over dat werk, maar wel over de relevantie van zo'n pandemie en de raakvlakken met het thema dat we net besproken hebben? Ja. Ja, ik denk dat er wel parallellen te trekken zijn tussen de pandemie die we nu mee te maken hebben en klimaatverandering. In die zin dat we nu denk ik met z'n allen voelen hoe kwetsbaar wij zijn. Hoe kwetsbaar wij zijn voor veranderingen aan de andere kant van de wereld. Corona ontstond in China en wij hebben er last van, maar dat is met klimaatverandering ook. Dus dit zijn geen thema's waarvoor je je kop in het zand kan steken. Dit zijn geen thema's waar je je achter de dijken kan verstoppen. Dit zijn thema's die gewoon keihard binnen gaan komen. En die moeten we gewoon serieus nemen. En ik denk dat de pandemie ook wel laat zien dat het van belang is dat je je daarop voorbereidt. En dat je niet de voorbereidingstijd die je hebt door je vingers laat glippen en wacht tot het te laat is. En dat soort lessen die zouden we eigenlijk ook moeten trekken voor klimaatverandering. Eigenlijk, ik ben militair, hè, en vele conflicten waar wij in hebben gezeten hebben we niet zien aankomen. Die gebeuren en dan gaan we erop reageren. We hebben nu te maken met een fenomeen waar we eigenlijk nog nooit hebben zoveel kennis van tevoren gehad. Zoveel voorspellend vermogen gehad over wat er gaat gebeuren. Dat is een luxe. Het is een luxe dat we ons kunnen voorbereiden. Laten we dat dan ook doen. Laten we zorgen dat we daar klaar voor zijn. Laten we zorgen dat we Nederland daartegen beschermen. En ook de maatschappij om ons heen. We zijn afhankelijk van de landen om ons heen. We zijn afhankelijk van de landen ook in Afrika en Azië. Dat we samen weerbaarder worden om daartegen te gaan. Want anders worden de effecten vele malen groter dan als ieder dat voor zich gaat doen. Dus dat zijn parallellen die je denk ik wel kan trekken van corona. We zijn helaas, wonen wij in een wereld, die mooie blauwe planeet is gewoon één groot global village aan het worden. Waarin we volledig afhankelijk zijn van elkaar. Dus je kan je ogen niet meer sluiten voor wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Je kan niet zeggen, dat is ver van mijn bed, daar heb ik geen last van. Laten we lekker veilig in Nederland zitten. Die dijken beschermen ons daar niet meer tegen. Nee.
Nee, dit is een mooi bruggetje naar die vraag van Christa Meindersma die ik eerder had overgeslagen. Je sprak zelf over de veiligheidsrisico's van klimaatverandering op het Tibetaans plateau. Zij zegt dat dat plateau staat onder invloed van China. Zijn er mogelijkheden voor Nederland om met China samen te werken, China te beïnvloeden, om daar effectief wat aan te doen? Ligt dat binnen onze mogelijkheden? Ja, Nederland is wat dat betreft geen hele grote speler. Dat kan jij misschien beter beantwoorden dan ik. Deels, ja, maar ik denk dat de kracht vooral ligt in de krachten bundelen in Europees verband en in andere verbanden. Dat je daar meer een gezamenlijk thema van gaat maken. Hoe meer je daar samen in kan optrekken, hoe ontvankelijker een land als China daar ook voor is. Nederland alleen zal dat verschil waarschijnlijk niet kunnen maken. Dus ik denk dat we daar echt samen moeten gaan optrekken om in die regio tot oplossingen te komen. Het begint ook met het bespreekbaar maken van zo'n thema in die regio. En daar kunnen ook rapporten zoals wij die produceren in helpen. Wij kijken toch met een professionele bril naar klimaatverandering. En als wij dan wijzen op de consequenties daarvan, als wij wijzen op de gevolgen die dat kan hebben in zo'n gebied, dan wordt het ineens op een andere manier bespreekbaar dan als een land dat aankaart of als een instituut dat aankaart. Dus in die zin kunnen wij daar wel instrumenteel in zijn vanuit ons netwerk. Maar het begint ook wel met bewustwording en erkenning, ook door landen als China zelf en landen in de regio's, dat dit een regionaal probleem is wat ook een gezamenlijke oplossing vereist. Maar helaas, en dat zien we in alle landen in de wereld, gaat het eigenbelang toch vaak voor. Als er watertekorten zijn, ja, dan proberen we water voor onszelf vast te houden. Dat doen alle landen. En dat doet China ook. Dus je kan in termen van watermanagement, kan Nederland daar misschien wel wat in betekenen. Om te kijken, ja, hoe kunnen we tot een goede verdeling van water komen? Hoe kunnen we die waterstromen helpen beheersen, zodat er geen water verloren gaat? In die zin kunnen we onze expertise wel beschikbaar stellen. En die expertise is natuurlijk wel wereldwijd erkend. Dus daar zou Nederland wel een rol in kunnen spelen. Wij worden overal gevraagd. Hè? Onze klimaatgezant Henk Ovink of watergezant Henk Ovink wordt wereldwijd gevraagd. Die reist zich helemaal, helemaal plat de wereld rond om met name die kennis over te dragen. Dus dat soort bijdragen zou wel kunnen, denk ik. Ja, ja. Nou, dank. Dank ook aan alle kijkers, meekijkers voor alle vragen en de grote betrokkenheid. Ook het reageren op elkaar. Denk dat de rode draad in jouw verhaal was natuurlijk die verbinding tussen thema's en dat we daar allemaal een rol in te spelen hebben. Dat samenwerking heel belangrijk is. Ik neem er ook uit mee, Tom, dat er absoluut positieve signalen zijn. Dat er een ontwikkeling is de afgelopen jaren die de goede kant op gaat. Waarbij die bewustwording toeneemt. Waarbij ook verschillende spelers hun verantwoordelijkheid aan het pakken zijn. Want als iedereen verantwoordelijk is, dan kan natuurlijk iedereen op zijn handen gaan zitten en wachten tot die ander wat doet. Nee, het gaat om die gezamenlijkheid en het samen optrekken. Dus dat is hoopvol. Er is beweging. En ik wil je zeer bedanken voor deze uitgebreide presentatie. En vooral ook voor je uitgebreide antwoorden op de vragen die gesteld zijn. Aan de kijkers zou ik willen zeggen, log volgende week weer in. Dit is een klimaatlezing in een reeks tot aan de verkiezingen georganiseerd door D66 Delft. De reeks staat op de website van D66 Delft. En je kunt kijken wat ze de komende weken in petto hebben. Uiteraard zijn de afgelopen presentaties en discussies ook terug te kijken op het YouTube-kanaal van D66 Delft. En wij hopen dat vele mensen dat nog zullen gaan doen. Niet iedereen kon op dit tijdstip inloggen. Dus dat is het mooie van internet. Het blijft allemaal bewaard. Blijf ook doorpraten over dit thema. Tom en ik zullen de komende tijd actief blijven hierop. Hopelijk dit agenderen binnen de VN, de NAVO en op andere plekken waar dat nodig is. Omdat dit een thema is dat voorlopig niet weg zal gaan. Omdat het voorlopig niet weg zal gaan, blijven we betrokken. Hopen we dat jullie dat ook blijven. En we zien jullie graag een volgende keer. Dank jullie wel.